Wie kent het spel? Goed zo. Wat moet je doen in het spel? Ja, Marit, ken jij het ook? Ja. Goed zo. Wat moet je doen? Raden wie het is. En hoe doe je dat? Door de goede vragen te stellen. Uiteindelijk kom je erachter door te vragen wie het is, wie het niet is. Wie het dan wel, nou ja, punt. Maar in ieder geval, je moet de goede vragen stellen om erachter te komen wie het is. Mooi spel, ik heb het veel gespeeld met mijn kids. Nou, het thema is ook, wie is het? Met als subzin, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat is natuurlijk een uitspraak van Jezus. Nou, we mochten daarnet drie prachtige baby's opdragen. Wat een voorrecht is dat op zich. En toen ik daarover nadacht, over wat geef je je kinderen dan mee, hè? Ook als ouders, wat wil je ze voorleven? Wat vind je belangrijk voor ze? Kijk, al die drie echtparen geven hiermee aan dat ze het belangrijk vinden dat God in het leven betrokken wordt van hun kindje. Omdat God voor hunzelf belangrijk is. Maar dan is het wel belangrijk om te weten wat voor beeld je eigenlijk hebt van Jezus. Want het beeld wat jij hebt van hem is wat je kind gaat voorleven en wat dat kind uiteindelijk gaat overnemen. En ik dacht, maar wat voor beeld hebben wij eigenlijk van Jezus? Hoe ziet hij in jouw gedachten er als het ware uit? Want het beeld wat jij hebt is waarschijnlijk weer een andere dan die van je buurman of buurvrouw. Had hij bijvoorbeeld lang haar? Had hij zo'n sterke neus of een hoekige kaaklijn? En ook waar je bent opgegroeid bepaalt veel. Ik heb een plaatje linksboven, zo zien ze hem in China. Rechts in Afrika, links het westen. En ik dacht, ja, misschien voor de gamers in ons midden is die gewoon de ultieme gamer en held. Ik heb geen idee of dat ook een bekende gamer is. Maar in ieder geval, je omgeving bepaalt voor een deel hoe jij ook tegen Jezus aankijkt. En in 1587 steekt de Belgische schilder Anthony Wierix Jezus in kleren van toen. Het volgende plaatje. En dit is het fragment dat hij is opgestaan en Maria bij het graf tegenkomt. En dan geeft hij Jezus mooie kleren van die tijd. En omdat hij Maria ziet hem aan voor een tuinman, heeft hij hem ook nog maar een schep meegegeven. Nou, dat is toch prachtig, man. Te zien hoe mensen ook door de jaren heen tegen hem aankijken. En we zouden, als het erop aankomt, zelfs kunnen discussiëren. Had hij zijn haar wild? Of had hij het wat mooi achterover? Wie denkt links? Wie denkt rechts? Ja, toch weer. Dus dat zegt al iets van, wat voor een beeld hebben we van hem? Oké, maar eerst, zoals Els ook al zei, het is de meimaand filmmaand. We gaan elke dienst een stukje film kijken. En ik had eerst een heel tragisch stuk uit de film Gravity. Maar ik dacht, man, het is eigenlijk een prachtige feestelijke dienst. We moeten een stukje humor hebben. Dus ik heb een stuk gehaald uit de comedyfilm Talladega Nights. En dat gaat over een autoracer. En die heeft een hele merkwaardige manier van bidden. En dat gaat zo een tijdje door. En dan grijpt de vrouw in van Ricky. Zou je misschien ook op een andere manier kunnen bidden? Dan denk je dat zij het wel goed heeft. Maar waarom zij dan weer wil dat hij anders gaat bidden? Dan denk je, nou, zij snapt er ook weer niks van. Oké, nou, we gaan even naar het fragment kijken. Dear Lord, baby Jesus, or as our brothers to the south call you, Jesus, we thank you so much for this bountiful harvest of Domino's, KFC, and the always delicious Taco Bell. I just want to take time to say thank you for my family, my two beautiful, beautiful, handsome, striking sons, Walker and Texas Ranger, or TR, as we call them. And of course, my red-hot smoking wife, Carly, who's a stone-cold fox. Who, if you were to rate her ass on 100, it would easily be a 94. Also want to thank you for my best friend and teammate, Cal Naughton Jr., who's got my back no matter what. Shake and bake.
Dear Lord Baby Jesus, we also thank you for my wife's father, Chip. We hope that you can use your baby Jesus powers to heal him and his horrible leg. And it smells terrible, and the dogs are always bothering with it. Dear tiny infant Jesus. Hey, you know, sweetie, Jesus did grow up. You don't always have to call him baby. It's a bit odd and off-putting to pray to a baby. Well, look, I like the Christmas Jesus best, and I'm saying grace. When you say grace, you can say it to grown-up Jesus or teenage Jesus or bearded Jesus or whoever you want. You know what I want? I want you to do this grace good so that God will let us win tomorrow. Dear tiny Jesus, your golden fleece diapers with your tiny little fat balled-up fist pawing. He was a man. He had a beard. Look, I like the baby version the best. Do you hear me? I win the races and I get the money. Ricky, finish the damn grace. I like to picture Jesus in a tuxedo t-shirt because it says, like, I want to be formal, right, but I'm here to party, too. Because I like to party, so I like my Jesus to party. I like to picture Jesus as a ninja fighting off evil samurai. I like to think of Jesus, like, with giant eagle's wings and singing lead vocals for Lynyrd Skynyrd with, like, an angel. Ja, en zo gaat het dan een tijdje door en je raadt het al, dat gebed komt nooit af. Maar het mooie eraan, en ook al van die kinderlijke verbeelding, hè, van ik zie het liefst een ninja-Jezus voor me. Hè. Dus van, ik vind het zo mooi hoe je dan nog eenmaal in je fantasie kunt nadenken over hoe je Jezus voor je ziet. En eigenlijk steekt het wel een beetje dieper af ook voor ons. Wie was Jezus nou? Of wie is Jezus? En dat is een vraag waar de mensen al 2000 jaar lang mee bezig zijn. Zelfs al toen Jezus hier zelf nog op aarde rondliep, waren mensen al bezig met wie is hij? Wat moeten we van hem denken? En ik wil een paar teksten met jullie lezen. De eerste komt uit Johannes 7. Daar staat: Jezus riep tegen de mensen: als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: ze zullen altijd vol levend water zijn. En toen de mensen de woorden van Jezus hoorden, zeiden sommigen: deze man is de profeet die zou komen. En anderen zeiden: hij is de Messias. De mensen waren totaal oneens over Jezus. Sommigen wilden hem gevangen nemen, maar ze konden hem niet grijpen. Vorige week hebben we een doopdienst gehad en Jan vertelde dat hij zo graag gedoopt wou worden voordat de Heer terugkwam. Hij was er echt mee bezig en daardoor moest ik ook denken aan de volgende tekst uit Johannes 14, waar Jezus zegt: en als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, dan kom ik terug en dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan. En toen zei Thomas, een van de leerlingen: maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat? En Jezus zei: ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien. Filippus, een ander leerling, zei: Heer, laat ons de Vader zien, dat is voor ons voldoende. En Jezus zei tegen hem: Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? De laatste tekst die ik jullie wil voorlezen is een belijdenis. Johannes 20. Wanneer Thomas de wonden heeft gevoeld van de opgestane Heer, dan zegt Jezus tegen hem: wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. De eerste zin die ik met jullie las, komt uit Johannes 7, vers 37. Ja, waar staat: Jezus riep de mensen: als je dorst hebt, kom bij mij om te drinken. Want dit zeggen de heilige boeken over de mensen die in mij geloven: ze zullen altijd vol levend water zijn. De NBV vertaalt het: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Afgelopen vrijdag hadden we een vergadering. Frida was erbij als deelnemer van het LEF-traject. Eelco als voorzitter van het jeugdwerk. Margreet Veitsma namens LEF. En ik was er ook bij. 2 jaar lang zijn de vier jeugdleiders uit onze gemeente getraind door LEF. En dit was een soort van afrondend gesprek. Als het ware van hoe nu verder.
En Margreet vroeg van hoe gaat het in de gemeente? Is er ook iets gebeurd door het Left Traject in de gemeente, et cetera? En we constateren dat het prachtig werkt, dat mensen enthousiast zijn geworden, dat er echt een beetje een drive komt, een beweging. Maar na een uur vertellen van hoe het allemaal loopt, zei Margreet, sorry hoor, maar er moet me even iets van het hart. Ik hoor de hele tijd hoe druk iedereen het heeft, ook hier in de gemeente. Steeds komt het woord druk weer voorbij. En ze zeiden, neem het me niet kwalijk, maar is dat een cultuurdingetje hier of zo? Want als wij volgelingen van Jezus zijn, dan willen wij in ons leven op hem lijken. Dan willen we gaan leven zoals hij leefde. En ze zei, ik lees nergens dat Jezus het de hele tijd zo druk had. Dat hij geen tijd had om mensen te helpen. Dat hij geen tijd had om onder anderen op te leiden. Sterker nog, je ziet bij Jezus dat hij soms midden in de menigte even tijd voor zichzelf neemt en zich terugtrekt. En ook zijn leerlingen die hij uitzendt, die twee aan twee, die weer terugkomen, geeft hij gewoon even een time-out om even op adem te komen. Waar zit hem dat in? Nou, wij waren even stil natuurlijk. Ja, we hebben toch allemaal druk, dat zeggen we toch ook altijd. En let wel, het jeugdwerk staat er momenteel best goed voor. Maar die zin, hè, vol van levend water zijn de harten van degene die Jezus hebben geaccepteerd. Dat is nogal wat. En als er geen rivieren stromen uit onze harten, en ik zeg dit ook tegen mezelf, waar lessen we onze dorst dan? Drinken we nog wel bij hem? Nou, in de tekst ontstaat vervolgens oneenigheid over wie hij is. En over het algemeen op een verjaardagsfeestje zijn mensen het ook altijd oneens over wie hij dan was. Als je met een gelovige praat en ongelovige of een twijfelaar, je hebt zomaar een gesprek van ja, maar hij was gewoon een wijze man. Nee, hij was een zoon van God. Ja, houd toch op, hè? Dat soort gesprekken. En net als toen, als ze hem gevangen willen nemen, lukt dat ook nu niet met woorden. Jezus laat zich niet zo snel gevangen nemen. Maar als Jezus het veel later heeft over de grote dag waarop hij terugkomt om zijn mensen op te halen, dan ontstaat daar oneenigheid over de weg ernaartoe. Dat was de tweede tekst die ik las. Jezus zegt, ik ga een kamer klaarmaken voor jullie. Als timmerman vind ik het ook een mooi beeld, dat hij daar bezig is te timmeren. Kamers voor ons allemaal te maken. En als ik daarmee klaar ben, dan haal ik de mensen op die bij mij horen. Thomas die stelt dan een soort van tom-tom-achtige vraag. Hoe moeten we daaraan komen? Kunnen we even een waypoint op Google Maps krijgen of zo? Weet je dat? Dat gewoon even de richting weten van hoe we daar moeten komen. En dan zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Thomas krijgt geen geografische, maar een theologische uitleg. Hij is de weg. En die kun je volgen door de waarheid te geloven en je leven te geven. En je zou verwachten dat ze daarna gelijk in aanbidding neervallen van God, u bent dus die weg. U bent de waarheid. En ik geef mijn leven. Maar dat doen ze niet. Nee hoor. Dan komt Filippus die zegt, Heer, laat ons de Vader dan zien. Dat is voor ons voldoende. En dan wordt het ineens persoonlijk. Dan zegt Jezus tegen Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nou nog niet? En die zin die hakte er best wel een beetje in de afgelopen week. Ik ben al zo lang bij je. Ken je mij nou nog niet? En ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie, maar ik ben zo iemand die wil graag even een teken. Even een bevestiging. Even een gevoel of een bijzondere rust ervaren. En als een Siep van de ploeg zingen we misschien allemaal wel eens, geef mij een teken van leven. God. Ik ben al zo lang bij je. Ken je mij nou nog niet? Klonk het. Filippus wil een teken. Laat ons de Vader zien. Dat is voldoende, zegt hij. Jezus weet dat is niet voldoende. Want hoe snel vergeten we niet
alles wat God ons heeft gegeven. Al die kleine knipoogjes, al die bijzondere toevalligheden. Gisteren nog, ik stuur naar Johan van graag 9:40 bij de bidstond zijn. Hij terug. Oh, nou, ik dacht echt precies op dat moment. Ik moet Wouter vragen hoe laat die bidstond is. Nou, het kan toeval zijn, natuurlijk. Maar als het zo vaak gebeurt, dan is dat toch reden genoeg om dankbaar te zijn. En misschien vanmorgen nog wel een van de meest belangrijke redenen om dankbaar te zijn, is het krijgen van een kind. Ik ben ook met mensen onderweg die geen kind kunnen krijgen. En je kunt het verdriet moeilijk overschatten. Van een moederwens, van een vaderwens, die onvervuld blijft. Voor wie elke moeder- en vaderdag een kriem is. Zou het krijgen van een kind ons er niet toe moeten bewegen om daarna een leven in volstrekte dankbaarheid door te brengen, dat God jou dat heeft toevertrouwd, dat jij vader of moeder mag zijn van zoiets bijzonders als een kind. God is zo overdadig in zijn goedheid. Ik lag gisteren op bed en ik zat te luisteren naar een lijster en ik kreeg gewoon een smile op mijn gezicht. Want ik dacht, die had er niet hoeven zitten, hè? Had ik gewoon stil kunnen zijn. Maar die zat er vrolijk. En ik werd er gewoon blij van. God heeft dus kennelijk zo'n beestje gewild. Wat kan vliegen. Super klein. En dan met het vermogen om zich uit te drukken. Alleen maar door vrolijk te fluiten. Hoe mooi is dat, man? Dus ik werd er gewoon een beetje vrolijk van. Van nou, de gekke God, hij maakt zo superveel wat er niet had hoeven zijn, maar wat onze levens allemaal een stukje mooier maakt. Lieve mensen, eigenlijk zouden we allemaal onze naam op die stippellijnen kunnen invullen. Puntje, 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 puntje. Pieter, Henk, Karel, Maria, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog niet? Ben je vergeten wat ik je heb geleerd toen je kind was en ik je ouders elke keer bij het eten uit de Bijbel liet voorlezen? Ben je vergeten hoe je tijdens het zingen van een opwekkinglied of een ander lied, een doodgewoon lied, in één keer geraakt werd door wat ik jou op dat moment gaf? De Bijbelverhalen die je op school hebt geleerd, hoe ik door die Bijbel heen tot jou heb gesproken, ben jij het dan vergeten? Ik ben al zo lang bij je, ken je mij nou nog niet? En hoewel we waarschijnlijk allemaal een ander beeld van de Heer hebben, is zijn claim nog steeds dezelfde. Hij is de weg, hij is de waarheid en het leven. En wie hem kent, kent God. En wat hij zegt, blijft staan. Wat hij allemaal zei voordat hij stierf, dat hij ook zou opstaan, is allemaal gebeurd. Alles is uitgekomen. Dus zijn belofte dat hij op een dag terug zal komen, blijft staan. En wie daarbij hoort, wie hij dan op gaat halen, centreert zich rondom de vraag, wie zeg jij dat hij is? En het is mijn wens dat wij dan de woorden van Thomas durf herhalen, toen Jezus tegen hem zei, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Opdat onze dorst gelest wordt en er rivieren vol levend water uit onze harten gaan stromen en we niets anders kunnen belijden dan de meest waardevolle belijdenis ooit. Mijn Heer, mijn God, mag het ook jouw belijdenis zijn voordat hij komt. Amen. En we gaan die woorden, mijn Heer, mijn God, die gaan we ook zingen met elkaar. In opwekking 470.